diverse lapjes stof gebruikt in de allemantel. En dat ga ik op dit schilderij eigenlijk een beetje uitbeelden. Dus ik heb ontwerp gemaakt en hem de Nelleke bijvoorbeeld van deze stijl uit, van Klimt, veel goud en mooi sierwerk en zo, heb ik deze kant helemaal gemaakt in de stijl die zij leuk vond. En die kant die maak ik in, op mijn manier, op mijn stijl. En ertussenin komt dus het, het Maria beeld met de mantel. Dus dit wordt eigenlijk het ontwerp. In die richting. Om de motief vast te houden. Anders dan wordt het geheel te saai. Dus ik doe hier in je klei een klein beetje profiel. Waardoor je dus een soort relief krijgt. Ene keer zo, andere keer zo, dan weer zo. En dan nog weer afgewisseld door de patroon. Zo. Van dit goud, als ik dat ga opleggen, minste geringste waaiert weg. Dat is zo flinterdun. En dan moet ik dat hier inleggen, dat dus niet weg kan waaien. En dan ga ik dus die stukjes uitsnijden die ik hier op wil lijmen. Kijk, misschien eenvoudig. Maar dat snijdt nog niet zo makkelijk hoor. En dan ga ik dus hier lijm opbrengen. Nou is het belangrijk dat de tafel een beetje schuin ligt. Ik heb hier speciaal een iets oploppende tafel voor. Dat die lijm niet loopt naar plaatsen waar ik hem dus absoluut niet wil hebben. Dat die altijd naar de onderkant weg kan lopen. Vaseline op de rug van mijn hand. En dan pakken we een zogenaamde oplegger. Kijk, dat is een heel speciale kwast eigenlijk, zeg maar. Een beetje meer over de rug van mijn hand. En dan moet de goud, zie je dat? Ja. Blijf plakken. Nou zie ik dat mijn lijm alweer te dreug wordt. Gaat dat zo vlug? Ja, dat je klei die zuigt er ontzettend op, hè. Ja, ik noem het nou heel onerbiedig klei, dat is het eigenlijk niet. Nou, even kijken. Doe hem zo. Kijk, en nou zie je die lijm, die trekt als het ware dat goud vacuüm. Nou laat ik hem liggen, doe ik er niks aan. Dan kom ik hier een stukje tekort, hij waait dan aan de kant weg. En dan leg ik dan dit stukje op. Nou laat ik hem liggen totdat je lijm droog is. Dan wacht ik gewoon een paar uren. En dan kan ik het overtollige goud met een goudstoffer. Dat is deze. Kijk, dan zou ik dat zo, als ik dat nou ga doen, dan veeg ik de pot kapot, want die lijm is niet droog. Maar dan stof ik het overtollige goud weg. En als ik dan 24 uur wacht, dan kan ik hem eventueel met deze agaatsteen polijsten. Ah ja. Hier, voor zo'n stukje weg is, een klein stukje opleggen. Dan, kijk, dan trekt het door, dus je ziet het eigenlijk erin trekken. En doordat je lijm opgezogen wordt door die ondergrond, trekt hij dat goud mooi vast. Maar zo moet ik dus die beschadigingen allemaal één voor één bijwerken. Dat is toch een mooi geduldswerk. Dus, hier zitten er ongeveer 110 uur in en ik ben eigenlijk nog niet aan de portretten begonnen. Dus dat is een ontzettend monnikenwerk. Het schilderij is 1,22 meter breed. Dus dit is maar een
minuscuul stukje van heel ding. Je kunt er nog aan hoeveel werk dat is om heel ding te vergulden. Nou, en als dit vergulden gebeurd is, dan kun je eigenlijk pas aan het schilderen. Je moet eigenlijk eerst helemaal vergulden, ja, voordat je gaat schilderen. Want als je het blad goud over de verf heen legt, dat kun je niet meer bijwerken.